Beste kerk, hartelijk dank voor uw gebed, uw gift en uw betrokkenheid bij Dorcas. Dankzij onder andere uw gift kunnen we in Oekraïne, Moldavië en Roemenië hulp blijven bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo krijgen vluchtelingen weer toegang tot eerste levensbehoeften. We delen voedselpakketten uit en voorzien mensen van hygiënekits. Daarnaast zorgt Dorcas voor bescherming van kwetsbare mensen. Zo verlenen we eerste hulp bij trauma's en voorzien we vluchtelingen van informatie. We vertellen bijvoorbeeld over de rechten die je hebt als vluchteling, maar ook over de gevaren van mensenhandelaren die actief zijn. In Moldavië en Roemenië ondersteunen we op talloze opvanglocaties, bijvoorbeeld in kerken of universiteitsgebouwen. Thanks about your help and the people who help. Of course, the pastor in the church is really help. It's really great. Thanks about this. Ook bieden we hulp aan honderden gastgezinnen, bijvoorbeeld met voedselpakketten, matrassen of door het betalen van de hoge gasrekening. De situatie, die blijft onvoorspelbaar, maar Dorcas blijft hulp bieden. Zo kunnen we in Oekraïne op steeds meer plaatsen mensen ondersteunen die zijn achtergebleven in het conflictgebied. Wilt u meer weten over wat we doen met uw gift? Kijk dan op dorcas.nl.